We hebben in aanloop naar die jubileumweek hebben de Facebookpagina opgestart. En een fantastisch initiatief met heel veel succes op dit moment. 2100 aanmeldingen tot nu toe. Het zijn foto's van de leuke dingen, de reizen, de uitwisselingen, de zeiltochten, de kampen van 4-5 haven. Heel veel klassefoto's en vooral vanaf de jaren 80. Dat soort dingen herinneren en die beelden komen ook terug. Ik zag gisteren een foto van de jaren 70. En dan zie je kinderen in de kleding van de jaren 70, de haren van de jaren 70. Dat zie je heel duidelijk. De docenten van de jaren 70 met brede snorren en heel veel haar. Je ziet wel een tijdsbeeld veranderen, waarbij bepaalde foto's denk je bij jezelf. Oké, dat was toen, dat kon toen. Drank. Ik kan me zelf herinneren dat ik op zeiltocht ging met leerlingen. En dan was het zo dat leerlingen vrij hadden 's avonds en dan mochten ze drinken. Ja, en dan kwamen ze aan boord weer terug. Ja, soms was dat dan wat moeilijk, laat ik het voorzichtig zeggen, om de volgende dag op een wiebelende boot te zitten. Dat kan nu niet meer. Als je met leerlingen gaat, dan mag dat niet meer. Dat ging toen heel makkelijk. We gaan dus ook op die Facebookpagina nog een hele hoop foto's laten zetten die in het gemeentearchief aanwezig zijn. Want vroeger was het archief op het oude bisschoppelijk college. Er zijn een aantal oud-collega's toen geweest, die hebben het helemaal bewerkt en die hebben het overgedragen aan het gemeentearchief. Nou, die foto's gaan we nog gebruiken. Dat zijn wel meestal de foto's van zeg maar de jaren van voor 1980, laat ik het zo even zeggen. Ja, dat is nostalgia op en top. Heel mooi om te zien. Wat leerlingen ook schrijven, de foto's die ze insturen. Ja, herinneringen. En dat is heel mooi om te zien hoe leerlingen daarop terugkijken.